Ja, hoe kan Earthquake raken, jongens? Ik vlieg boven de grond. Wat is dit voor een onzin? Hallo kijkers van Shine Sprite. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer. Avatarlok met Sander van Spelletjes SB. Ja, ik had niks, dus dan maar klappen. De classic. Ja. Dat is volgens mij wat je moet doen als je niks hebt in het leven. Gewoon klappen. Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja, nee, dat wist ik wel. Als jij tegen mij had gezegd, 10 afleveringen geleden, dat ik jou met Dead's in zou halen, dan zou ik je hebben uitgelachen. Ja, snap ik. En nu is het realiteit. Yo, ik heb zo'n electric type nodig voor zo'n Swanna. Oh, wacht. Die leeft nog. Die is dood. Nou. Wat? Meteen. Oh, die is dood. Yes. Ja, ik was even met mijn teampie bezig, Sander. Komt eigenlijk zo bot. Maar... Ja, maar dat komt omdat hij dat ook verdient. Die vuile Manuetta. Moet hij maar gewoon levend blijven. In plaats van doodgaan tegen een stunk tank. Kan mijn ijsbeer even niet doodgaan, toevallig? Toevallig kan hij dat. Nou, daar zie ik niet zo heel veel van. Hij gaat hard dood. Very sad. Oh, pressure. Oh, dat is wel gunstig. Ah, zet nou niet zoveel pressure op hem. Jawel. Dan doet zijn Brave Bird meer PP verliezen per turn. En I liking that. I liking that? Dat is goed Engels. Ja, dat weet ik. Daarom gebruik ik het ook. Hozo, je moet toch geen verkeerd Engels gaan gebruiken? And I can know it because I'm Engels master. De master of Engels. Net zoals Ash de master of the Pokémon is. Dat klopt, ja. Yo, volgens mij, als hij nu gewoon Brave Bird blijft doen, dan kan ik hem gewoon stallen puur doordat hij zichzelf recoilt. Ja, ja. Ik denk dat hij nu doodgaat. Dit spel heeft echt... Dit spel haat me echt. Ik moet nou weer tegen een Darkrai. Waarom? Yo, jij hebt zeker ook niks tegen een Darkrai, of wel? Jawel, ik heb Galvantula met Single Beam. Oh, oké. Okay. Nou, dat scheelt. Alleen, hij hypnoset mij, dus ik ben asleep. Nee, niet voor de sleep. Dat wow. Was voor het doodgaan van de Swanna. Dat wow. Was... Oh. Waarom verneuk ik het nou weer? Maar is dit het enige wat we moeten doen voor deze trial eigenlijk? Nee. Je moet iets van 6 of 7 gastjes verslaan over alle eilanden verspreid. Wat kut? Ja, heb ik een full restore? Nee, hè? Nee, ik moet gaan switchen. Waar heeft Dark geen effect op? Dus dat? Nee. Overal dus. Misschien dat Flygon iets voor me kan betekenen. Die Darkrai doet te veel damage. Doe eens normaal, jonge Darkrai. Oh, ik hou echt... Oh, en dan hypnosis. Raakt hij weer hypnosis. Wat een dievenspel. Echt, jongen. Ik hou erg van Frostless. Ik vind hem echt... de beste ice type in de game. Kaboom. Kaboom. Dat is mijn mening. Mag je niet aankomen. Oh. Nee, een sea move. Oh, please, laat een ice wezen. Seek captivate? Dat is seek captivate. Ben ik nu immobilized by love? Niet eens. Oké, nee, dan is het goed. Dan doen we niks. Hoe kan het dat Darkrai alleen maar hypnosis raakt? 3 keer achter elkaar. Nou, kijk, daar heb ik dus geen antwoord op. 3 keer achter elkaar. Echt niet te geloven. Hoezo laat... Oh, ik ook. Nee, oké. Okay. Grassy Terrain hield gewoon iedereen in het leven. Oké. Okay.
cool, I guess. Yo, Frostass? Sorry. Sander, als hij nou een vierde hypnosis raakt, dan word ik echt heel boos. Dan word ik echt heel boos. Snap ik. Ik ga even mijn bear tick kammen. En dit keer kunnen jullie wel zien dat ik hem kam. Ja. Yeah. Dat klinkt heel raar, wil ik even zeggen. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Dat accepteer ik, dat jij dat raar vindt. Dat was super effectief. Wauw. Yo, wat heb ik nou zo net gekregen? Sorry, ik was eventjes beter met... niet opletten. Yo, dit is ziek. Ik heb zo'n sticker gevonden. Oh, Bounce heb ik misschien gekregen. Of Pink Petal. Wauw, de vierde hypnose is ook raar. Ja, wat een onzin. Is er een ability die dat soort aanvallen 100% raakt of zo? Nee, denk ik. Weet ik niet. Kijk, weet je wat het is? Darkrai is wel de Nightmare Pokémon, hè? Ja, maar dan is het niet opeens dat de regels niet meer gelden. Ja, misschien heeft hij wel zo'n vibe dat je direct van in slaap valt. Oh, omdat... hij mist hypnosis voor de eerste keer van zijn leven. Yo, mag ik een applaus voor hem in de chat? Hij heeft cursed body. Oh, dat is kut, want dan raak je disabled. Maar dat had je nooit kunnen weten, want hij raakte de hypnose steeds. Discharge. Wat is beter, Electro? Oh. Ik ga dit proberen. Oké. Oké, Darkrai is dood. Ik vlieg, zie ik dan ook nog steeds zo'n vlaggetje? Nee, zeker. Nee. Jawel. Jawel. Wat een super effect is tegen een Drapion. Hoezo? Oké. Dat is wel. Super effective tegen Drapion. Ground. Fighting. Hoewel, fighting weet ik niet hoor. Zeker. Ik denk het wel. Ik weet niet wat poison doet tegen fighting. Yo, hoezo moet ik hier zijn? Hier kan ik niks doen, gozer. Oh, misschien moet ik deze totem sticker pakken. Sowieso niet, maar dan maakt hij doet een Z-move, wauw. Moet ik in de trash kijken? Nee, je moet gewoon allemaal mannetjes zoeken waar je tegen moet vechten. Dus als je een bekend mannetje ziet, dan zeg je van, yo, ik wil vechten. Oh, route 2. Oké, dus het vlaggetje gaat niet mee. Ik moet gewoon naar route 2, in de Verdant Cavern. Schijnbaar dezelfde plaats, oké. Melee Island, is dat de... Route 1. Brawler, dat is ijs. Heb ik een fight aanval? Route 1. Route 3. Route 2, Verdant Cavern. Ik weet helemaal niet waar dat is, joh. Where is the Verdant Cavern? Oh, ik blijf wel in, want er liggen toxic spikes. Wat is dit? Oh, hij is ook fight, dat is echt gevaarlijk. Verdant Cavern! Trial site. Oh, misschien moet je gewoon weer naar die trials. Oh, nice. Weer een Pokémon dood. Wat een bullshit, zeg. Dat is niet handig, boy. Oh, hij heeft Beast Boost. Leuk! Yo, ik moet tegen een level 10 Zigzagoon. Ja, dat... Ja. Sorry. Aerial Ace. Yo, ik ben nu al zat van al die Pokémon. Zeg jij dat? Yo, een Trevenant, die wil ik. Sander, die heb je. Oh, dan mag ik hem niet vangen. Ik mis je. En weet je wie ik ook mis? Staraptor. Ik mis al die 124 Pokémon's die ik al dood zijn gegaan.
Ik kan het niet uitspreken. Maar ja, dat snap ik wel. Nu moet ik weer een vervanging zoeken. Sixagon. Waarom is het ook Honian Sixagon? Ik wil Galarian Sixagon. Die is tenminste wel leuk. Alhoewel, ik heb niks tegen Sixagon hoor. Daar niet van, maar... Nou, dat klinkt anders wel anders. Ja, ja nee, dat klopt. Maar dan komt dat... Galarian is zo goed. Mappie. Snap het. Oh, ik moet even healen trouwens. Ja, snap ik. Het leven. Oh, en ik moet ook even wat hyper potions kopen. Ik zat dus te denken, hè. Oh jee. En... Nee. We hebben jou gisteren ook opgenomen. En toen hadden we het over mijn serie en deze serie. De aflevering die we toen opnamen. En ik heb uitgerekend. Oh ja. Dat de eerste aflevering dan al wel online staat. Als het goed is. Nice. Maar de tweede nog niet. En dat is waar de battles gebeurden. Okay. Oftewel. Ja. Ik heb wel shit gespoild. Maar. Ik moest bij de Fern Cavern zijn. Waar is de Fern Cavern? Route 2. Maar ik zie hier niemand. Ik zie wel een Pokeball. Powder. What the fuck? Is er een move genaamd Powder? What the fuck? Powder is op het moment, volgens mij is het als je een Pokémon geraakt wordt met powder. En als iemand dan een vuuraanval op je doet, is het altijd super effectief. Volgens mij is het zo'n aanval. Ja? Ja, volgens mij wel. Ik heb het zo net gelezen. If the target uses a fire type move, the powder explodes and damages the target. Hé, hey, dus... ik had gelijk. Ja. Ik ben trots op mezelf. Ik ben ook trots op mezelf. Nee, ook trots op jou bedoel ik. Yo, I wanna fight de mensen die ik moet fighten. In plaats van dit. Heb je al iemand in de. Ben je al iemand tegengekomen in de Verdant Cavern? Ja, een zo'n gast met zo'n Hawaii-achtig shirt, maar die deed niks. Daar heb ik mee gepraat, maar dat ging niet echt zoals ik had gehoopt. En hoe kwam je ook weer bij Verdant Cavern? Of als in van, hoe kom je erbij dat je daar moet zijn? Ja, dat zei Lemmana. Oh, Mimi, ja. Mimi of zoiets. Ja, die ik bedoel, dat is de normal type. Oh, yo. Dit is een hele heftige furfru. Jordi, ik heb je gevonden. Oh, Jordi. Oh, stuur even naar Jordi, daar wordt hij blij van. Hij houdt van furfruits, heb ik gehoord. Klopt, ja. Yo, hoezo zit deze Caterpie niet in een één bugbal? In bugbal? Greatball? Ik heb Simon ook gevonden. Yo. Wie? Rubbish? Daar hadden we het gisteren toch over. Toen zei je dat hij eruit zag als Rubbish. Dat zei jij. Ja, nee, dat klopt wel. Alleen... Ik wou even zeker weten of je nu Trubbish bedoelde of Bidoof. Ja. Omdat we het daar dus gisteren ook over hadden. Ja, maar dat was hij niet, hè? Nee, dat is waar, maar hey, ik weet niet. Yo, boys. Ik ben blij, ik heb een Caterpie. Ik ben ook blij dat jij een Caterpie hebt. Ik weet ook al hoe ik hem ga noemen. Caterpie. Wat? Caterpie. Nee. Gewoon Ketter en dan het P-teken. Nee. Oké, okay, ik ben een Fern Cavern. Ja, dat past. Er is hier niks te doen, Sam. Je moet wel eventjes nadenken bij deze naam. Maar I do love my hondenstraal. Je wat? Hond? R. Oh, straal. Nou, de R die blijft hetzelfde. De straal dat je ik met... Ik snap hem, ja, ik snap hem. Je met straalkje pi. Nee. Ik snap hem. Ja, ik snap wel. Dan reken je cirkel shit uit. Oppervlakte of omtrek, dat weet ik nooit. Nee, volgens mij is omtrek diameter pi of zo. Weet ik het.
Het klinkt wel logischer. Want stalkeer, straal is een kwadraat, dus dat zou al inderdaad oppervlakte zijn. Ik heb het gevoel dat we hier niet moeten zijn. Ik snap er niks van. Ik volg allemaal jouw dingen weer, maar... Ja, maar die Limina... Die lult shit wat helemaal niet waar is. Staat bij jou ook nog steeds het vlaggetje bij die Wishcash boot? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat ik wel weet wat we moeten doen. Ga naar de graveyard. Graveyard? Ja, op vlakbij die cavern. Oh, even kijken. Ik ga ook even kijken. Maar dan kan ik me nog herinneren dat er daar in ieder geval één van de battles is. De cemetery. In Lima, hè? Huh? Ilima. Ja, ook goed. He's really up on route 2. Ja, hier. Ik heb gewoon... That's where Ferdinand Cavern is, after all. If you have trouble... Ja, je moet naar de cemetery. Op route, bij route 2. Oké. Dus route 2 had ik goed. Ferdinand Cavern... Is meer zo van... De Ferdinand Cavern is daar, dus Ilima is daar ook in de buurt, zeg maar. Ja, oké. Wat een haters weer. Maar je moet bij de cemetery zijn daar. Ja, ik weet alleen niet hoe ik daar kom, maar dat zie ik wel. Is niet zo moeilijk. Als je gewoon de map in de gaten houdt. Ik heb Ilima gevonden. Gewoon naar onder, toch? Bij Ferdinand Cavern naar onder, ja. Maar je kan er als goed is ook naartoe vliegen. Tenminste, ik kon er naartoe vliegen. Ik wave wel. Ferdinand Cavern. Route 2. Yuki Town. Fuck. Hoezo kun jij dat wel? Misschien omdat ik wel in de cemetery ben geweest en jij niet. Well, yo, I have a Wailord. Oh, dat is bij mij dat zwarte gebied. Denk ik dan. Dat zou goed kunnen. Discharge! Ja, maar dan zou het meer bij route 3 moeten zijn. Nee, het is niet bij route 3. Het is begin van route 2. Onderaan route 2, aan de rechterkant. Daar kan jij naartoe vliegen, wat een bullshit. Ja, omdat ik daar niet. Dus al ben geweest. Ik toch ook, zou je zeggen. Nou, daar hoef je niet heen namelijk. En ik ben daar toen naartoe gelopen om te kijken wat voor encounters hier waren. Maar dat was ook omdat ik alweer ver voorliep toen, zeg maar. Oh. Waarom doen die anussen zoveel damage, jongen? Oh, zo'n Incineroar. How? Hou nou op. Ik hou er niet van als je zo doet. Ja, ik snap hem. Het houdt echt niet op. Niet vanzelf. Nog even. En ik ga vechten. En dan zeg ik tegen jou. Hou me tegen. Oké. Okay. Want ik hou er niet van als ik vecht. Zijn we klaar? Oeh, een Xatu. Houd je daarvan? Yo, een chesspin? Die heb ik echt nog nooit gebruikt in mijn hele leven, denk ik wel. Nou, dat is nu je kans. Nee. Wel, de kans is er wel. Moet je ja, de kans is er wel. Ik ga hem ook wel vangen. Maar mijn grasvee gaat niet dood, dus dan maakt het niet uit. Yo, critical capture, maar hij doet het niet. Heel fijn dit. Nee, heel chill. Dikke vette rip. Yo, ik heb nog maar 2 gray balls. Sucker punch. En het is dag. Dat is ook kut. Anders kan ik duskbal gebruiken. Kan niet. Nou ik ja, kan wel. Helemaal maar dan... verslagen. Net zo goed pokeball gebruiken. Yo, Chespin, weet je wat je kunt? Je kunt deze de krijgen. Ja, oh, ik dacht de pot op. Oké, okay. Ik probeer het nog één keer. Weak pokeballs. Nee? Lusje. Oh, lower level. Dat is deze zeker. Oké, okay, ik heb goed nieuws. Nou. Volgens mij teleporteert Illamaya meteen naar de volgende. Alleen dat is inderdaad goed nieuws. Eerst even healen.
Oké, okay, doe nog 2 nestballs, dan ben ik er klaar mee. Dan kan deze chest binnen echt de pot op. Yo, weet je wat? Je shake niet. Je bekijkt het maar. Inderdaad. Ik ben weg hier. Yo, joejoe. Kut chest pin. Nobody likes you anyway. Iedereen kiest toch voor Greninja. Nobody likes you anyway. Yeah, yeah. Oh, nee. Ik wil niet tegen deze kind vechten. Even mijn loodjes zoeken. Ik heb level 9 Pokémon. Oh, kijk mijn stoel. Wat een haat. Mello, kom vechtie. Oh, sorry. Level 8 ook goed. Mello, kom vechtie. Weet je wat? Ik ga ook niet eens voor super effective. Ik ga gewoon Silver Wind. Gaat toch wel lukken. Hier, zie. Uts. Yo, waar is Ilema nou dan? Die is in de cemetery. Hou kwam net naar je toe, toch? Ja. Dan is hij, loop je eigenlijk gewoon het pad verder af en dan ga je omhoog. En dan staat hij daar. Aan het praten tegen een grafsteen. Yo. Dat is, dat is cool. Zo. Oké, Mello, laat me je kapot maken. Yo, ik had die allemaal Pokémon kunnen vangen. Ja. Skidoo, Ladyba, Chespin. Ook allemaal goeie. Bro, hier, jij zegt naar boven. Wat? Ja. Skidoo zou ik wel een keertje willen gebruiken. Die heb ik nog nooit gebruikt. Ik ook niet. Maar Chespin ook niet. Maar die wil ik ook niet per se gebruiken ofzo. Ik bedoel, geen haat of zo, maar... Ja, eigenlijk wel. Ik moet tegen Lana vechten. Ze heeft een Mudbray. Ik ga echt veel te snel, gozer. Ja, ik jij zit gaat hier... gewoon veel te langzaam. Je doet echt alleen maar... Nee, ik ben niet... Ik heb nu Tailwind gevonden, omdat ik naar jou... Nee, ik zei, je loopt een beetje... Je loopt gewoon verder op de pad en dan ga je naar boven en daar staat Ilema. Moeilijker kan het niet, Sander. Maar jij bent gewoon heel slecht in je instructies opvolgen. Ja, ik ben helemaal naar boven gelopen. Ja, dat zei ik niet. Ja, maar... Hoe kan Earthquake raken, jongens? Ik vlieg boven de grond. Wat is dit voor een onzin? Oké. Okay. Wil je daar echt antwoord op? Ja. Oh ja, ik vergat eventjes dat deze gozer wel een normale level Pokémon heeft. Dus misschien is het nu niet zo slim om te denken, fuck typing, man. Ja, ja, ja. Armaldo. Dus Armaldo is rock. Bug. Ja. Nee, nog... ja, wel. Ja, wat is dan goed tegen Armaldo? Yo, ik wil helemaal niet confused zijn. Zo. Werkt dat? Nee, niet echt. Dat. Nee, ik heb octopussy. Turbo Blaze? Wat een bullshit. Ook mijn enige pussy. Die ik ooit zal meemaken. Ja. Stamina. Earth Power. Goh, doe even. Wauw, hoezo heeft hij nou nog maar 1 HP over? Deze game haat mij zo hard, is niets te doen. Hoezo mis ik nou weer? Die net van de game. En ik word gekrit. Ja hoor, ik ben echt klaar met dit spel. Snap ik. Ik vind het gewoon echt niet meer leuk. Nou ja, dat snap ik. Yo, Dizzy Punch kun je even niet doen. Nou. Oké, okay, Megalop en die gaat even dood. Ik doe wel zo'n C-move, dan moet je wel doodgaan, vind ik. Devastating Drake. Ja, Lop en die is dood. Ik weet niet meer welke Pokémon er komt. Ik zal wel weer een kutswitch maken. Nou, dat weet ik niet. Nou, oh, een dino.
Oh, nu heb ik de orange petal. Ik heb al een pink one. Please do. Ja, please. Please do. Moet ik er nu in? Ik denk het wel. Heb je geheeld? Nee. Word je niet automatisch geheeld? Nee. Maar ik zag het wel, die ene van die gras. Ja, daar moet je naartoe. Ja, ik hoop dat ik niet verdwaald raak. Dat klinkt wel eens iets voor mij. Het is wel super chill dat je gewoon... Oh, maar ik had graag nog een Pokémon Center in de buurt gehad. Je hebt ook potions, hè? Ken je dat? Ja, dat weet ik, maar daar kan ik geen nieuwe Pokémon van in mijn team stoppen. Oh. Ja, maar bij Mellow kon dat wel. Waarom heb je het toen niet gedaan? Of had je toen nog niet die nodig? Nee, yo, hier ik is heb net verslagen. Die grass en de water. Zijn hier alle twee? Ja, dat klopt, ja. Maar wie moet nu vechten dan? Oh, Lana. Dat is. Maar waarom niet Mellow dan? Yo, ik vind het heel verwarrend. Ik denk dat je in Sun de ene moet verslaan en in Moon de ander. Dat klinkt wel logisch eigenlijk, niet zo zeg. Yo, Loudert, can you not right now? Doe mijn oude sfeer, dan gaat hij wel dood. Ja, echt. Oh, zo'n Darren Maka, die is wel cute. Die vind ik wel leuk ofzo. Die is ook wel leuk. Ik vind die Ice wel leuker dan de Fire, maar... Met zijn afro. Ja. Alleen wat ik niet snap is dat in Ice de Sand Mode is Fire type. Is zeg maar, als die hele sneeuwpop zo doet ze van... Ah, ik ben Fire type. Dat snap ik niet. Maar het is wel vet. Is wel vet, maar waarom is Sand Mode de Fire type en niet andersom? Weet ik niet. Bij Sen denk ik niet per se aan een heet hoofd of aan iemand die vurig is. Ja. Welke type is Landorus? Is die ground? Ground flying. Oh, maar de rest is wel gewoon allemaal in zijn trial. Oh nee. Ik dacht die gozer die... Kiawe? Ja, die is ook in zijn trial. Wat? Nou, niet op zijn berg, hoor. Wel? Hè? Nou heb ik iets fout gedaan. Nee! Oh. Ik zie alleen maar die backpacker. Ik ga eens kijken. Ik ben nog niet zo ver namelijk. Hey, je moet nu het hele stuk op lopen. Omdat ik dom ben. Kut. Je pokebal pakken. Zo, weg. Yo, is Kiawe? Hij is hier wel, zeg je. Nee, ik weet het niet. Ik ben er nog niet naartoe gelopen. Oké, hier staat die meneer op de berg. Hij zegt hoi. De hiker. Oh, je moet tegen die hiker praten. Ja, en dan komt Kiawe gewoon. Ze teleporteren je niet voor niks, zeg maar, voor... dat dacht ik dus ook. Oké, ik ga nu tegen vechten en na deze battle, dan is deze aflevering afgelopen. Maar ja, hij zal wel weer iets van een Latios en Latias hebben of zo. Oh, een Larvitar. Ja. Ik schrok, ik zag LA, ik dacht, oh god. Dat is een Larvitar. Nee, dacht, oh shit, ik heb gelijk. Ja, dat had ik niet echt heel leuk. Nou ja, je hebt dan één voordeel. Je hebt of gelijk, of het is niet zo erg als je dacht. Dus het is altijd positief. Ja, dat is waar. Yo, een Shiftry, die ken ik. Oh, dat had ik niet. Ik had wel moeten switchen. Omdat ik natuurlijk confused ben.
Yo, dat vind ik een gemeen plot, wat hij nu aan bedenken is. Ik haat deze game. Ik, vind, ja, ik, snap ben, ik. Ben echt boos. Ja, snap ik. Als je dit terugkijkt, dan denk je ook echt van wauw. Want jij hebt nu in je team... Galvantula, Flygon... Golisopod. Ik ga even voor je kijken. Ferrothorn, Cartana. En ik heb net een Landorus gevangen, maar die is level 13. Oh, ja, daar kun je ook niet zoveel mee. Nee. Is Ground super effective op Skarmory? Ik denk het wel, want dat is gewoon stu. Hij is flying, never mind. Doe wel zo'n special rant. Want dat vind ik speciaal. En rantig. Ik vind het altijd leuk als ze speciaal voor mij gaan huren. Dus daarom doe ik die aanval heel vaak. Oeh, een Absol. You're not slashing right now. Why are you slashing? Het is ook special rant. Het is niet eens special rant. Dat klopt, ja. Ik hou het van als ze ruimtelijk huren. Yo, Octopus is level 55, heel ziek. Oh nee, ik heb niet gecared. Wat moeten de Pokémon wel nu niet van me denken? Dat je eindelijk een normale trainer bent? Yo, moet ik ook voor die Hiker? Oh. Hiker, ik haat jou. Een spiel, oké, dat valt dan wel weer mee. Kaboom! Oh, hij heeft hem gehaald! Ook dat, maar mijn Flygon heet Kaboom. Oh. Vandaar. Goed, oh, en geen ice move eigenlijk. Want dan ben ik dood misschien. Zou niet best zijn. Oh, je moet ook tegen de Hiker, wat een onzin. Ja, dat zeg ik net! Yo, deze man? Ja, gast, ik heb het echt kut. Hey, oh, heb je trouwens ooit dat clipje gezien? Van Finny Original 151, waar die een Dialga verliest tegen de Rattata? Nee. Wat? Nee, dat is een legendary clip. Ja, maar ik kijk hem pas sinds de die, okay, die dat is waar. Collab, zeg maar. Fair enough. Is ook best wel... Wat? Bulletproof zorgt ervoor dat hij... niet geraakt kan worden door fighting type moves? Nee, niet per se door fighting type moves, maar door ander soort aanvallen. Welke aanval deed je? Chimerasphere. Misschien dat... Nee, dat heeft niks met fighting te maken. Volgens mij is dat wat anders. Yo, wat is dan de reden? Ik kan hem niet vinden. Oh nee, wat doe je? Nee! Oké, ik heb in ieder geval deze vuile witch verslagen. Ik weet het, is maar een Sion, maar hij zou me wel kunnen killen. Oké, hij doet het niet. Maar het zou had wel gekund kunnen zijn. Had wel gekund kunnen zijn, ja? Pussy voor corona. Ik heb hier niks tegen. Oh, wacht, ice. Steel is super effective tegen ice. Tuurlijk. Yo, ik ben Smarty Boy. Oh? Ben je ineens een Smarty Boy? Ik hoor wel wanneer je zover bent. Flash cannon. Wow! Hoezo killt het niet in one hit? Ik ben een fucking Blastoise tegen een fucking spiel van 10 levels lager. Oké, ik weet het is geen stab, maar het is wel super effective, gozer. Ik haat je. Flash cannon! Of is het niet super effective? Oh, komt dat dan door water? Ik zou niet weten waarom Steel anders niet. Op? Steel op water en ijs. Maar wat verwacht je dat er gebeurt? Super effectiveness, want... Waarom? Op ijs... Steel is toch... was super effective.
Volgens mij niet. Yo, ben ik aan voorgelogen? Tegen welke Pokémon vecht je? Ja, tegen Spiel, maar daar werkt het dus niet. Maar ik moet eventjes... Ik weet, tegen Articuno is Steel wel super effective. Ja, omdat hij misschien omdat hij flying is? Waarom? Vind ik niet logisch. Maar oké, het zal wel. Ik weet ook niet dat, of het klopt wat ik zeg hoor, maar... Ik weet niet dat... Ik kan me niet voorstellen dat... Ice... Nee, Steel is... Steel is juist slecht tegen Ice. Ah. Is 0,5. Oh, dat is niet waar. Nee, ik zit bij de verkeerde Vulpix te kijken. Oh nee, ja, je hebt gelijk. Steel is super effective op ijs. Alleen omdat die water is. Ja, ja, klaar met de battle? Of, ja. Ja? Ja. Heb je ja, ook al tegen de Hiker gevochten? Ja, ja, dat was die spiel. Ah, oké. Okay. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Sander is een coole boy, dus ga ook even naar zijn kanaal. En doe daar ook even een duimpje omhoog op al zijn video's. Succes daarmee. En bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Ja.